Hoe zorgde een tv-serie voor een belangrijke wetenschappelijke ontdekking? Dit is de Universiteit van Nederland. De meest meedogenloze, stoere chemicus, dat ben ik niet, dat is Walter White. Dat is hoofdpersonage van de serie Breaking Bad. Die rol wordt vertolkt door Bryan Cranston. Kennen jullie Breaking Bad? Ja. En als je die serie niet kent, dan raad ik ten zeerste aan om die wel te gaan kijken. Walter White in die serie is een scheikundeleraar, is een beetje underachiever, want die heeft in het verleden toch al grote dingen bereikt. In de loop van de serie wordt dat duidelijk. En bij hem wordt longkanker vastgesteld. Dat is in de Verenigde Staten niet zo'n fijn bericht. Ben ik al bekend dat het healthcare system in de Verenigde Staten een beetje anders is dan in Nederland. En hij maakt zich ontzettende zorgen. Niet over zichzelf, want hij weet dat hij aan het einde van zijn Latijn is, maar hij maakt zich zorgen om zijn familie. En hij wil zijn familie financieel onafhankelijk maken na zijn dood. En daarom besluit hij om hele pure methylamfetamine te gaan produceren. Dat is crystal meth. Dat is een drug die heel populair is in de redneck-staten in de Verenigde Staten. En laten we nou eerst even een minuutje nemen om een van zijn scheikundelessen te bekijken. All right, on the bottom we have a 5% solution of acetic acid in water, and on top a triglyceride. These two liquids, both polar and non-polar, are what we call immiscible. Everybody got your eye protection on? Emulsifier. So, forming what we call an emulsion. In this case, mayonnaise. Nou, waar hebben we nou naar gekeken? Mayonaise. Waarom is dit relevant voor wat wij in het lab doen? Laten we beginnen met wat we in het begin zagen. We zagen dus dat die Walter White in zo'n bekerglas azijnzuur mengde met slaolie. En dat mengt niet. Hè? Dat kent u ook als u in de keuken staat, aan het koken bent en bijvoorbeeld wat zonnebloemolie aan de kokende water voor de pasta toevoegt, dan ziet u die druppeltjes. Het mengt niet. Het mengt niet met dat water. Nou, wat je nou kunt doen om dat wel te laten mengen, is een emulgator toevoegen. Misschien bent u wel bekend met het fenomeen dat u een vriend heeft. En die heeft weer een vriend en die andere vriend die vindt hij eigenlijk niet zo leuk. Normaal gesproken zou hij nooit één op één met die personen afspreken. Maar vanwege die andere vriend, dat noemen we de emulgator, kunnen jullie toch gezellig hebben met z'n drieën. Nou, voor de jongere kijkers, ik moet eerlijk toegeven, het is ook een beetje van voor mijn tijd. Dus ik ben flink aan het googelen geweest om nou uit te zoeken wat precies de problemen waren. Maar dit is de meidengroep LUF. En in LUF heb je aan de linkerkant Patty Bart. Aan de rechterkant José, ik ben even de achternaam kwijt, in het midden staat Marga. En Patty en José konden elkaar niet luchten of zien. Maar door Marga was er toch een meidengroep. Marga was de emulgator. Marga was het ei. Okay? Nou, dit principe kunnen wij ook gebruiken om nanodeeltjes te maken. En dan ga ik hier even iets laten zien. Dit is een ingewikkeld molecuul. Dit is een fosfolipide. Dit is de bouwsteen van onze cel. Dus een membraan van de cel is opgebouwd uit deze fosfolipide. En een fosfolipide is een emulgator. Een betere term voor dit molecuul is een amfifiel. Dan ziet hij wat hier in wit, wat hieronder bungelt. Dat is apolair. En dat betekent dat het vetachtig is. Dus deze kant van het molecuul is lipofiel. Het vindt prettig om in een vettige omgeving te zitten. De kop van dit fosfolipide is polair, net zoals water, en is dus hydrofiel. Dus dit molecuul heeft eigenschap dat het aan deze kant water lekker vindt en aan deze kant
vet lekker vindt. Dus dat is in dit geval Marga, aan die kant Patty. Of nee, aan deze kant Patty en aan deze kant José. Ja, dan wil ik u ook even. Sorry, zo. Wil ik u even de communicatie laten zien op mijn Facebookpagina, de Facebookpagina van mijn lab. Ik vond dat filmpje van Walter White vond ik heel gaaf. En dat post ik op mijn lab. Het is niet heel goed te lezen, maar wat ik daar zeg is van, kijk, dit is het principe dat wij ook in het lab gebruiken om nanodeeltjes te maken. En ik maak daar een vergissing. Ik zeg dat dit een zelfdirigerend proces is. Dat heet self-assembly. Nou, dan zie je wat comments. En dan zie je ook Yiming Zhao, dat is mijn postdoc, en die corrigeert mij. Die zegt, Willem, dat is allemaal leuk en aardig, maar dit is geen zelfdirigerend proces. Het is geen vorm van self-assembly, want die Walter White die moet er met een mixer energie in stoppen. En nou, dan vind ik dat een beetje semantiek, hè, dat is een beetje flauw, maar het zette mij wel aan het denken. U kunt de tijd zien, maar dat gebeurt soms op heel onchristelijke tijdstippen. Dus het is 3 uur 's morgens. En ik zat te denken, hij heeft wel gelijk, hij heeft wel gelijk. Kunnen we het niet anders doen? Kunnen we niet met de emulgator beginnen, en bijvoorbeeld het water, en dan olie gaan toevoegen? En dan is het wel self-assembly. Dan hoef je geen energie meer in het systeem te stoppen. En dat ga ik hier nou laten zien. Dus toen ik de volgende dag weer op een lab kwam, toen Yiming is een Chinese postdoc, en die voelde zich nogal bezwaard om iemand te corrigeren. Dus hij kwam eigenlijk min of meer zijn excuses aanbieden, dat hij mij aan publiek corrigeerde. Nou, ik vind dat helemaal geen probleem. En het is ook belangrijk in de wetenschap dat je open staat en dat je die discussie aangaat. Maar ik zei, ik ga dan wel proberen wat ik suggereer. Nou, dat is hij gaan doen. Dat noemen wij een vrijdagmiddag-experiment. Dus hier hebben wij water en een olie. Dat ga ik hier nou aan toevoegen. Ik sta niet heel vaak meer in het lab, dus ik kan er een beetje knullig uitzien. Nou, dan laat ik dat even mengen. Haal ik het eraf. Ik weet niet of u het kunt zien, maar bovenop hier ziet u een laagje olie. Dit mengt niet. Oké? Dan zet ik deze even uit voordat ik me verbrand. Dan hebben we hier ook water. Ook precies diezelfde olie, maar daar hebben we een emulgator aan toegevoegd. In dit geval een fosfolipide, een amfifiel. En dan moet hij even met mij meekijken. En dan laten we dat even mengen. Dan haal ik dit eraf. Het ding is ontzettend warm. Dan kunt u al zien, een soort homogene oplossing. Dat ding is echt heel heet, dus ik zet hem er even neer. Ja, gaan we weer even terug naar deze. Ja, dus hier mengt het niet. Optisch zag het hetzelfde uit. Hè? We hadden water, we hadden iets geligs. En hier zijn nanodeeltjes in ontstaan. En ik kan dat ook laten zien. Die nanodeeltjes vormen een soort wolk. En als ik daar nou met een laser doorheen schijn, zet ik hem weer even neer. Kijk eens. Nou, dat vonden wij echt ontzettend gaaf. Dat vinden nerds in het lab echt super cool. En dit was echt letterlijk op een vrijdagmiddag. Dus dit klaarmaken kost misschien 3 uur. Dat is echt een middagje. Dan is dat een beetje een knullige manier van het produceren van dat soort deeltjes. Hè. Ik zit hier een beetje van die warmhoudplaatjes. Ik zit ook te pielen met de temperatuur van die dingen. Dus we kunnen dat ook op een beetje meer gecontroleerde manier doen in dit soort, ja, dit is een microfluidics chip. En in die chip, zullen we even hier laten zien, ik heb hier een filmpje van gemaakt, kunnen we die vloeistoffen infunderen. Ja, dus die gaan via die slangetjes in die chip. Die mengen. En waar ze mengen, ontstaan nanodeeltjes.
En dan kunnen ze vervolgens in een potje kunnen ze collecteren. En dat is een hele gecontroleerde manier om nanodeeltjes te synthetiseren. Wat we dus doen in zo'n chip is het maken van die deeltjes. Alleen op een hele gecontroleerde manier. Wat u hier ziet is totaal niet wetenschappelijk relevant. We vonden het leuk om kleurstoffen in die chip te infunderen en dan op een blacklight te zetten. Geen wetenschappelijke relevantie. We kunnen wel goed zien dat wij vloeistoffen in die chip kunnen infunderen. Wat het meest relevante is, dat we de snelheid waarmee we die vloeistoffen infunderen, die kunnen we variëren. We kunnen de samenstellingen, de soort oplosmiddelen, de hoeveelheid, de concentratie van onze emulgator of van onze olie, die kunnen we variëren en daarmee kunnen we de grootte van die nanodeeltjes beïnvloeden. Daarmee kunnen we de vorm van die nanodeeltjes beïnvloeden. Dus we kunnen heel gecontroleerd dat soort nanodeeltjes maken. Nou, waarom is dat relevant en waarom doen we dit? Waarom willen we oliedruppeltjes oplosbaar maken? Dat is natuurlijk niet echt oplosbaar maken, maar een soort van oplosbaar maken in water. Is omdat heel veel medicijnen die heel potent zijn, die zijn niet wateroplosbaar. En die kunnen wij dus niet zomaar toedienen aan een patiënt. Voornamelijk als het gaat om een intraveneuze toediening. Dus intraveneus in een bloedvat. Als je medicatie hebt wat niet wateroplosbaar is, dan dat heet dat precipiteert dat en dan verdwijnt het meteen uit het systeem. En met behulp van dit soort nanodeeltjes die op vetbolletjes zijn gebaseerd, kunnen we dus die lipofielen, die niet wateroplosbare nanodeeltjes, aan een patiënt toedienen. Nou, wij waren eigenlijk best wel tevreden over een heel simpel concept dat we vrij snel aan de gang hadden gekregen. En toen kwam Jimming met deze paper. Dat is een groep uit Canada. En die hadden ons gescoopt. Dus die hadden deze technologie al ontwikkeld. Dat is heel erg frustrerend. En ik vind dat belangrijk ik vind dat echt een belangrijk punt. Ik vind het ook belangrijk die ideeën die ontstaan vaak niet in het lab. En ik wil bijna beweren, die ontstaan meestal niet in het lab. Dat kan zoiets raars zijn als een video van Breaking Bad of een Facebook-conversatie. Of tijdens de sporten, dat is voor mij heel belangrijk. En als je dan vervolgens zo'n raar idee hebt, dan ga je iets quick and dirty proberen. En dat is wat ik hier heb laten zien. En vervolgens ga je structuren aanbrengen. Dan ga je proberen om die technologie uit te werken, om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, en na heel veel moeite, dan kan het ook wel eens heel erg tegenvallen. En dan denk je dat je de eerste was en dan is er blijkbaar iemand anders je voor geweest. En dat heet scoopen. Nou, dan ga ik in het volgende college laten zien hoe we met lichaams-eigen nanodeeltjes, die ook gebaseerd zijn op dit soort emulsies, hoe die lichaams-eigen nanodeeltjes kunnen inzetten om hart- en vaatziekten te behandelen.